2020. Beste inwoners, wat hebben we een ongelooflijk gek jaar achter de rug. In januari hadden we met elkaar niet kunnen vermoeden wat 2020 zou brengen. Maar toen in maart de eerste persconferentie achter de rug was, wisten we dat we met elkaar in een andere werkelijkheid waren. Velen van u hebben te maken gehad met verlies. Verlies van gezondheid door ziekte, verlies van dierbaren, verlies van inkomsten, maar bovenal verlies van ontmoetingen. En gelijkertijd ben ik ontzettend trots te zien dat u allen ook de schouders eronder heeft gezet. Ondernemers die op een creatieve manier invulling met elkaar hebben gegeven aan alternatieve concepten. Verenigingen die op een andere manier hun evenementen zijn gaan vormgeven of ontmoeting mogelijk hebben gemaakt. En tal van inwoners die prachtige initiatieven hebben opgezet om het voor elkaar te zijn. Daar mag u, en daar zijn wij als college, ontzettend trots op. Allereerst de beste wensen voor 2021. Deze woorden zou u zeker horen als u de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zundert zou bezoeken. Helaas, dat verhaal hoef ik u allemaal niet te vertellen. Wat dan wel? Hier in de raadzaal in het gemeentehuis in Zundert kijken burgemeester en wethouders terug op dat veelbewogen jaar en doen we een korte vooruitblik op 2021. Ik wil met Patrick beginnen. Wat was de fijnste plek die u afgelopen jaar hebt bezocht? Dat is geweest met een wandeling uit het boekje van Achie van Dongen, De Krochten. Daar heb ik samen met mijn kinderen een wandeling van 12, 13 kilometer gelopen. En ik stond versteld van de omgeving. Bijzonder mooi en dat staat goed op het netvlies in het afgelopen jaar. Okay. Ik wandel heel graag, maar de omstandigheden helaas. Maar zet wel toe aan om wat extra te lopen. Okay. Dus ik heb het boekje ook uit. Oké, hartstikke mooi. Twan, ik kijk even naar jou. Ik mag tutoeren, hadden we tevoren afgesproken. Nou, ik vind de bijzonderste plek is als ik met het hele gezin en de hond langs de beek loop bij mij thuis. En ik loop dan richting het bos, richting de krochten. En dan net als je van de beek naar het bos toe draait, dat is echt het meest mooie stukje Wernhout dat er bestaat, vind ik. Daar kun je helemaal alleen op de wereld wanen en prachtige natuur. Johan, als ik bij jou terechtkom en dan niet zozeer de plek, maar het moment, de ochtend, de middag of de avond. Nou, sowieso sluit me aan bij mijn collega's. Het is misschien een beetje saai om te zeggen, maar we hebben een geweldige mooie natuurgebieden. Maar voor mij persoonlijk geldt er wel, ik doe iedere dag twee keer mijn schapen tellen, zoals dat heet. Maar ook gewoon kijken of ze allemaal gezond zijn. Daar kan ik toch wel iedere keer van genieten, of het nou 's morgens vroeg is, om 6:00 of 's avonds laat. Joyce, hoe belangrijk is sociale media? Sociale media heeft vooral dit jaar, afgelopen jaar, denk ik een hele andere betekenis ook gekregen. Omdat die ontmoeting minder vanzelfsprekend was. En sociale media is uiteindelijk maar een instrument en zal nooit die echte ontmoeting, denk ik, vervangen. Dat zou ik nooit willen in ieder geval. Maar het is wel een manier geweest om toch die dialoog op afstand ook met onze inwoners mogelijk te maken. Zoals via de Facebook Live sessies die we afgelopen jaar ook samen met college ook hebben gedaan. En met andere inwoners uit onze gemeente. Maar social media kent ook duidelijke kanttekeningen. Ja. Ja, het gaat ook over met respect naar elkaar te communiceren. Onderzoeken of hetgeen wat gedeeld wordt, of dat ook op waarheid berust. Ja. Ja. Dus het zal nooit de echte ontmoeting en het nieuwsgierig zijn naar de informatie achter bepaalde informatie vervangen. Ja. Patrick, als ik met jou spreek over sociale media, ben je iemand die Facebookt of twittert? Ik doe ze allemaal. Tenminste, ik hou het allemaal ook wel bij. En een beetje in het verlengde wat de burgemeester net ook zegt. De afgelopen jaar is natuurlijk het persoonlijke is echt minder geworden. Hè. Je hebt minder met elkaar persoonlijk contact. Je mag elkaar om geen hand geven. Waardoor je ook een deel mist van wat er speelt, wat mensen voelen. En social media is dan weliswaar niet persoonlijk. Maar je proeft daardoor toch wat er bij mensen speelt of wat er leeft. Waardoor je er toch nog wat dichterbij kunt komen, dat je, net zoals je eigenlijk gewend bent. Ja. Dus ik houd om die reden ook wel bij. Ja. Oké. Okay. Jan, voel je hier mee dat je toch een poging hebt via met de sociale media om korter bij mensen te komen? Zeker, het is een communicatiemiddel wat erbij hoort. Ik maak altijd wel onderscheid tussen wat meer zakelijk, LinkedIn.
Dat is echt de professionele kant beschouw ik. En Facebook is natuurlijk op een hele prettige manier met heel veel mensen in contact te staan. Dus dat is voor mij wel een verschil. We mogen eigenlijk niet praten meer over corona natuurlijk. En ja, van me op, Patrick had het zojuist over geen handen meer geven. Maar ja, we komen hier binnen samen en we hebben elkaar bijna automatisch geen hand gegeven. Zover zijn we nu al dat het eigenlijk automatisch gebeurt. Of ik zie een twijfel, Twan. Ja, ik blijf daar moeite mee houden. Ja, ik ben, misschien als fysiotherapeut van origine is dat logisch, maar ik ben heel fysiek ingesteld. Ik vind het heel lastig. Ja, heb je nog steeds de neiging om een hand te geven? Nou, niet de neiging, maar wel de wens. Wel de wens, ja, die hebben we allemaal wel een beetje, denk ik. Mooie woorden van het college van BNW over afgelopen jaar. Zometeen gaan we verder met hun verhaal. Een verhaal dat gaat over Zundert. Een gemeente die bruist en bekend staat om haar sterke gemeenschapszin. Een gemeente die samen met inwoners en organisaties werkt aan groei van Zundert. Samen vormen zij een netwerk. Dat doen medewerkers door in de samenleving te staan, door mee te bewegen en ervan te leren. Zundert is in beweging en blijft in beweging. Zowel de gemeente als de organisatie van de gemeente. Een traditionele gemeentelijke organisatie is een mechanisch systeem. Een systeem op basis van hiërarchie. Verticaal, van boven naar onder. Zundert veranderde haar gemeente. Van verticaal naar horizontaal. Van mechanisch naar flexibel. Naar een open en veerkrachtige netwerkgemeente. Een nieuwe basis. Met en door de medewerkers. Voor de inwoners. De afdelingen verdwenen en medewerkers werken samen. Tonen eigenaarschap. Met oog voor elkaars talent. Ze versterken de gemeenschap waar het nodig is. Ze dragen bij aan de groei van Zundert. En pakken het werk met de samenleving op. Samen met de gemeenschap vormen zij een netwerk. Een netwerk van en voor Zundert. Door in de samenleving te staan. Door mee te bewegen en ervan te leren. Door te groeien. Groeien dankzij vertrouwen en werkplezier. Groeien dankzij betrokkenheid en lef voor Zundert. De gemeente Zundert is in beweging. En blijft in beweging. Want een netwerkgemeente beweegt. Met de samenleving mee. De Zundertse aanpak voor verandering is de sleutel tot een moderne gemeente. Een open netwerkgemeente die er staat. Voor de inwoners. Voor de gemeente Zundert. Die corona, heeft dat een andere prioriteitenlijstje gegeven? Nou, voor mij persoonlijk misschien nog niet zozeer, maar ik zie het wel in de maatschappij, ja. Het heeft ook iets goeds gebracht. Het jachtige is er wat meer af en ik denk toch dat we wat meer stilstaan bij hoe we de dingen doen en wat nou echt voor ons belangrijk is. En ja, ik hoop dat we dat ook kunnen vasthouden. Ja, Johan, kun je dit beamen, dat het minder jachtig geworden is? Nou, volgens mij is iedereen zich meer bewust geworden van toch wel de luxe die we normaal gesproken hebben. Nu we beperkt zijn, vallen we terug toch een beetje op de basis. Maar ik denk in het werk, want jouw vraag was een andere prioriteit. Ja, wij hebben natuurlijk, voor 20 hadden wij allerlei plannen. Die zijn we grotendeels hebben kunnen uitvoeren. Maar we hebben vandaag 1 in de coronacrisis natuurlijk toch wel in contact willen staan met onze bedrijven, met onze verenigingen. Ja. En daar hebben wij het hele jaar door veel op geïnvesteerd. Joyce, ja, als burgemeester, dit is je eerste job als burgemeester, dus je hebt niet echt een vergelijkingsmateriaal. Hoe is dit jaar verlopen voor jou? Ja, ik heb wel in de afgelopen maanden een aantal keer gezegd, ik ben bijna even lang burgemeester in coronatijd dan daarvoor. Ja. En ik denk dat wat Twan al aangaf, hè, de waarde van wat belangrijk is in het leven is alleen maar duidelijker geworden, denk ik. Hè. Daar zijn we wel met ons neus opgedrukt, maar ja, ook de agenda ziet er wel heel anders uit. Hè, waar het werk gewoon doorgaat, de resultaten die we
samen in onze prachtige gemeente willen bereiken, die zijn onverminderd groot. En gelijkertijd ben ik af en toe toch steeds meer afgelopen jaar ook op de stoel van politieagent terechtgekomen. Misschien meer dan ik had willen zijn. En dan is het de kunst om toch met elkaar goed in gesprek te blijven met alle inwoners, ondernemers, verenigingen, om juist die verbinding ook samen te blijven zoeken. Ja. Iets heel anders, Patrick. Waar heb je het afgelopen jaar het meest om gelachen? Nou, wat mij nog wel bijstaat hier in het Sundertse is met name bij de herinrichting van de Molenstraat. Ik had mijn auto netjes geparkeerd in de Molenstraat en er moest nog een bord geplaatst worden voor de invalide parkeerplaatsen. En terwijl mijn auto daar stond, werd dat bord neergezet met als gevolg dat de BOA er 5 minuten later bij stond en daar netjes een foto van maakte en mij op de hoogte stelde dat ik toch wel een overtreding was. Daar hebben we toch wel verschrikkelijk om moeten lachen. Maak je heel onderscheid, dat zie je het. Zo werkt het. Dus ik heb dat wel kunnen waarderen en ook erg om moeten lachen. Ja. Joyce, als ik naar jou kijk? Nou, ik moet toch denken aan iets nog vrij recent. In de afgelopen maanden hebben alle burgemeesters in Nederland Sinterklaas een handje mogen helpen. Dat was eigenlijk een verademing dat ik als burgemeester Sinterklaas ook mocht helpen, juist in deze coronatijd. En op een van de enveloppen die bij mij thuis werd bezorgd op 8 maal stond op: burgemeester, u mag dit niet zelf opeten. De pepernoten zijn echt voor Sinterklaas bedoeld. Maar vervolgens zat de brievenbus ook zo vol met pepernoten dat er geen andere post meer bij kon. En dat brengt toch wel echt een grote glimlach op mijn gezicht. Twan. Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Maar al moeilijk? Ja, dat is heel moeilijk. Zoveel maar gelachen? Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Echt. Ah, mooi. Maar ik kan ontzettend genieten en lachen als ik onze kinderen met de hond bezig zie. De hond hebben we nog niet zo lang en hoeveel plezier dat die met elkaar hebben. En ik kijk daarnaar vanuit de woonkamer, dan moet ik regelmatig lachen. Johan, jij gaat hier nog overheen met een prachtig verhaal. Je moet nou lachen. Nee, dan ga ik je misschien teleurstellen. Nee, ja. Ik denk, ik sluit het een beetje aan wat Twan ook zegt. Een dag niet gelachen, een dag niet geleefd natuurlijk. Okay. Dus ik heb niet specifiek. Kijk, je ziet in je omgeving toch ook wel dat mensen getroffen zijn door corona, dat er allerlei beperkingen op zijn. Ik denk dat het automatisch betekent dat je ook zelf wat een beetje een toontje lager zingt. Ja, inderdaad. Iets gematigder. Joyce, wat is je persoonlijke ambitie voor 2021? Een persoonlijke ambitie niet zozeer misschien, maar wel wat willen wij met elkaar voor moois ook komende jaren in Sundert weer realiseren. Ik denk dat we onverminderd wat mij betreft verder gaan op de weg die we ingeslagen zijn om prachtige resultaten voor Sundert te boeken. Maar hopelijk vooral ook weer veel meer ontmoeting, ruimte voor evenementen volgend jaar. Daar kijk ik wel ontzettend naar uit en daar wil ik me in ieder geval voor inspannen. Binnen de mogelijkheden van onze gezondheid en die gezondheid van iedereen is het belangrijkste wat er is. Johan? Nou, ik persoonlijk is dat wij natuurlijk, en dat gun ik iedereen, dat wens ik van iedereen van harte toe, is dat we onze vrijheid natuurlijk terugkrijgen in de beperkingen waar we nu in zitten. Maar ik denk, ik hoop, want corona heeft ook mooie dingen gebracht, denk aan duurzaamheid. Ik denk het bewustzijn bij mensen is echt wel binnengekomen en ik hoop van harte dat we dat bijvoorbeeld vasthouden. Nou, ervan uitgaande dat we in 21 corona ook wel achter ons gaan laten. Ik weet niet in hoeverre dat ik eraan kan bijdragen, maar dat ga ik wel proberen. Is dat de persoonlijke ontmoeting dubbel en dwars terugkomt. En met name binnen alle mooie evenementen en verenigingen en organisaties die we hebben in Sundertse. Ja, ja. Ik hoop echt dat dat weer in 2021 weer kan. Okay. Patrick, ja, dan tot slot bij jou. Nou, toch met een stukje terugblik aan afgelopen jaar. Hier in deze organisatie is er echt keihard gewerkt. Naast de ambities hebben we corona er ook bij gedaan. Dat betekent dat ze heel veel bordjes draaiende hebben moeten houden. Ik hoop dat we dat in 2021 vol kunnen blijven houden. Want we hebben een hele mooie weg te gaan met mooie ambities. Dus ik hoop ook met de juiste zorg zeg maar, dat we dat kunnen doen. En ik denk wat ook Twan zegt, het persoonlijke. Je bent desondanks met corona wel wat vaker thuis met de kinderen. En met vrouw Lief. Maar of je er echt bent, fysiek wel, maar geestelijk niet. Kijk naar de afgelopen tijd. En ik hoop dat het 2021 anders mag zijn. En ik denk dat dat niet alleen voor ons geldt, maar ik denk dat dat voor heel veel gezinnen het geval is. Dus 100% gezin. Okay. Ja, dat klinkt bijna als een afsluiting. Die afsluiting die volgt nu eigenlijk. En ik weet dat ik bijna het onmogelijke ga vragen voor jullie. Maar afgelopen jaar en 2021... In 2 regels. Dadelijk volgen de antwoorden.
U kunt nu kijken naar de vaandelgroet van de gildes uit de gemeente Zunder. Vendeleer, presenteer uw vendel, neig uw vendel en draai uw vendel voor koning, God en vaderland. Afgelopen jaar en 2021 in twee regels. Ik wil met Johan beginnen. Ja. Dat mensen zeg, dat ding kunnen oppakken waar iedereen goed in zijn vrije tijd en waar dan ook. En dat we elkaar veel mogen ontmoeten. Twan. 2020, georganiseerde chaos. 2021, licht aan het eind van de tunnel. Joyce. Ja, ik hoop dat we van een jaar in 2020 waarin we noodgedwongen dicht bij huis waren, naar 2021 weer naar werkelijke nabijheid en een ontmoeting kunnen gaan. Patrick. Blijf naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar. Als we dat volhouden, wordt het een mooi jaar. En dan sluiten we het programma echt af. Ik geef echt het allerlaatste woord aan onze burgemeester. Ja, wij wensen u allemaal een heel voorspoedig en bovenal gezond 2021. Een jaar waarin hopelijk weer veel meer ruimte is voor de ontmoeting, maar ook ruimte voor de prachtige evenementen die onze gemeente kent. En dat we met elkaar maar een heel mooi jaar mogen hebben. Dankjewel. Ja, dit waren de eerste stappen in het nieuwe jaar die zijn gezet. Natuurlijk een nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Oude bekenden ontmoeten en nieuwe contacten leggen. Dat is leuker. Ik hoop dat dit gesprek toch iets was van herkenning en nadere kennismaking. Tot slot, wacht niet op bijzondere momenten, maar maak gewone momenten bijzonder.